President Chandrika Prasad Santokhi hoopt dat met het vieren van Pagwa in familieverband de samenleving dichter bij elkaar komt. De verschillende kleuren poeder die gebruikt worden tijdens het feest symboliseren de verschillende rassen die wij in Suriname hebben. Het staatshoofd hoopt daarom dat er wederom een eenheid gevormd zal worden. Laten wij de eenheid ook opzoeken en al het negatieve achterwege laten, benadrukt het staatshoofd in zijn boodschap. Laten we als samenleving het holyfeest aangrijpen om alle verschillen die er mogen bestaan tussen individuen en groepen, om die achterwege te laten en te zoeken naar die overeenkomsten die ons nader tot elkaar brengen om zo te groeien naar een echte natie, naar nation building. En vooral nu, tijdens deze COVID-19 pandemie, waar we het feestelijke karakter van het holyfeest achterwege moeten laten. Ja, we moeten het achterwege laten. De gezondheid van onze samenleving gaat voor. Waar we dus vorig jaar in het openbaar het holyfeest nog uitbundig hebben gevierd, zal dit jaar de sfeer anders zijn. Gezamenlijk kunnen we de COVID-19 pandemie aanvechten. Dit houdt in dat alle publieke evenementen en activiteiten in verband met het holyfeest dit jaar verboden zijn. Samen moeten we voorkomen dat superspreading events de aanzet kunnen zijn voor een uitbraak van een derde coronagolf in ons land. President Chandrika Prasad Santokhi, die de hoop uitsprak dat er gevolg wordt gegeven aan de oproep om Pagwa in klein verband te vieren, om een derde golf van het COVID-19-virus te voorkomen.